Ja, wij klagen misschien dat we zulke lange tijd thuis moeten zitten, thuis moeten werken of misschien zelfs geen werk hebben. Maar het kan nog veel erger. Onze collega en ook vriendin Gera Efstathiou, die zit vast in Griekenland, was normaal gesproken werkzaam is als reisleidster. Gera, hoe is het daar? Ja, hier goed. Maar de situatie is best wel extreem. We hebben sinds vorige week maandag een lockdown in Griekenland. Ja. En de scholen zijn al 4 weken dicht. Wanneer ging die lockdown in? Want in Nederland hebben we het nog steeds niet. Vorige week maandag. Dus zeg maar bijna een week. Oké. En dat betekent dat je wel naar buiten mag. Je mag naar de supermarkt, je mag naar de apotheek, je mag met je hond gaan wandelen en zo. Maar dan moet je een sms'je sturen naar een bepaald nummer en dan krijg je een sms'je terug. En als de politie je aanhoudt en je hebt dat niet gedaan, dan krijg je een boete van €150. Zo. En hoe gaat het dan precies? Moet je dan gewoon sms'en van hoi overheid, ik heb zin om boodschappen te doen, doei? Of hoe gaat het? Ja, dan stuur je een nummer. Boodschappen is bijvoorbeeld nummer 2 en dan je naam. Ja. En waar je woont, dus welke stad of dorp. En dat was het. Dus je hebt een aantal redenen waarom je naar buiten zou mogen? Ja, 6 redenen. De apotheek, de supermarkt. Mensen helpen in nood. Of ja, die zeg maar niet zelf naar de supermarkt kunnen of wat dan ook. Lopen met je hond naar de kerk. Je mag wel naar de kerk. Je mag wel naar de kerk. En nog eentje. Ja. Okay. Wordt er ook streng op gecontroleerd? Ben je wel eens aangehouden ondertussen? Nee, hier niet. Maar dit is echt een dorpje van 500 inwoners. Gewoon zeg maar vaste inwoners. Dus dat is super weinig. Maar in de stad wel. In Athene bijvoorbeeld worden mensen wel echt gecontroleerd, ja. Er zijn al flink wat boetes uitgedeeld. Okay. Maar jij zit nou zonder werk thuis dus eigenlijk. Ja. Dat zou ik nemen aan dat ik niet echt... Ik nu begonnen zijn met werken. En nu heb ik gewoon niks en ook geen vooruitzicht op wanneer ik kan gaan werken of we gaan werken. Ik bedoel, welke toilet komt nou hier naartoe? Ja, want wat doe je precies? Ja, reisleiding voor Nederlandse gasten. En normaal gesproken heb ik echt zo'n 100 gasten, nieuwe gasten per week of zo. En nu... We zijn er niet eens vluchten. Dus ja. Maar wordt er niks vanuit de overheid voor jou geregeld dan? Bijvoorbeeld dat je toch een bepaald percentage van je loon toch krijgt of iets dergelijks? Nee, ja, je krijgt in Griekenland geen uitkering krijgen, ja. Dus dat wel, ja. Ja, daar gaat het natuurlijk de laatste tijd al niet zo heel erg goed met de Griekse economie. Dus is niet echt een goed teken, nee, dit of wel? Nee, komt er nog eens overheen. Dat is echt wel best wel zielig voor de Grieken ook. Ook omdat als je bedenkt dat zij voor zeker 70% van toerisme leven, hè? Het hele land. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Italië en Spanje. En nog meer landen natuurlijk. Mm. Maar ja, het is wel heel erg. Ja. Maar is de situatie een beetje vergelijking met Nederland? Ik bedoel, kunnen de ziekenhuizen daar aan, denk je, in Griekenland? Nee, en ik denk dat dat de reden is ook voor de lockdown. Dat ze zo snel ook besloten hebben al 4 weken geleden de scholen dicht te doen. Terwijl er toen pas 2 besmettingen waren of zo. Griekse ziekenhuizen kunnen dat niet aan. Ze hebben lang niet zoveel intensive care plekken als bijvoorbeeld een land als Nederland of Duitsland of zo. Dus ik denk dat dat ook zeker de reden is dat ze dit doen. Maar ik vind het wel goed. Ik bedoel, nu verspreidt het zich tenminste minder in Griekenland. En nu kunnen ze het nog aan en... Ja, hopelijk blijft dat zo. En Margara, jij bent daar in principe naartoe gegaan natuurlijk voor werk. Dus ik kan me voorstellen dat je helemaal alleen daar bent. Hoe kom jij je dag dan door? Nou, ik heb hier wel... Omdat ik hier nou een paar jaar op rij heb gewerkt, heb ik hier wel gewoon wat vriendinnen. Dus ik ga wel bijvoorbeeld met vriendinnen hardlopen. Of wel met 1,5 meter afstand gaan we even zitten ergens of zo. Ja, ik kom mijn dagen op zich wel door. Het is mooi weer meestal. Ik kan natuurlijk rondom mijn huis ook gewoon buiten zitten. Ik ga een keertje naar de supermarkt. Ik weet niet, het is op zich gaat het wel. Ik heb internet. Gelukkig. Dus. En dan wat ik me ook afvroeg, hè, want wij hadden dus plan om Miguel en ik zeg maar om naar jou toe te komen in juli geloof ik. Namens heel voor de weekend ook, om daar een soort zomerspecial op te nemen. Ja, kan dat nog doorgaan denk je? Nou ja, ik denk dan wel weer, als er bijvoorbeeld in juli vluchten zijn, waarom zouden jullie niet kunnen komen? Toch? Ja, eens. Als er vluchten zijn, ja, maar dat betekent niet natuurlijk dat gelijk allemaal alweer veilig is. Het
snel. Want ik hoop wel echt dat we nog iets wat aan die zomer gaan hebben. Maar ja, ja, dus, als het kan, dan nog niet natuurlijk, toch? Ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. Als het kan, moeten we het gewoon doen, toch? Ik ben voor. Heb je rare mensen gezien die zich graag gedragen of zo in Griekenland? Die niet goed tegen de stress kunnen, tegen de druk van het coronavirus? Nou, op zich, hier zijn ook wel mensen die heel erg stress, ook vooral hoteleigenaren en zo. Die denken, ze moesten, 3 weken geleden moesten ze al dicht. Ze zeiden, ja, dat gaan we niet doen en dat is onze bron van inkomsten en zo. Dus wel stress om geld. Iedereen stresst een beetje of veel om geld, ja. En, het gaat allemaal om de economie. Ja, ja, dat is natuurlijk wel logisch, maar in Nederland hebben de mensen die gaan hamsteren. Dus het toiletpapier als in één keer weg. Oh, ja. Is dat in Griekenland ook op een bepaalde manier te zien? Nou, ze maken er grapjes over, dus ik denk dat het ook hier is. Maar hier in deze supermarkt helemaal niet. Alle schappen zijn gewoon goed gevuld. En ik had ook mijn ouders gesproken, die zitten in Athene. En ook daar helemaal niet dat het zo, dat er zo gehamsterd wordt op toiletpapier of wat dan ook. Maar ik zie wel op internet van diezelfde soort grapjes in het Grieks over toiletpapier en zo. Dus ik denk het wel. Oké, okay. En rij je bij de supermarkt? Wordt er dan zo rekening gehouden met een aantal mensen wat binnenkomt? Nee? Ja, jawel, dat wel. Je mag maar alleen boodschappen doen en maar een aantal mensen per zoveel vierkante meter. Ja, dat wel. Maar hier is het sowieso dus niet zo druk, dus hier kun je altijd gewoon de supermarkt inlopen. Okay. Met handschoentjes aan. Ze geven handschoenen en kapjes. Oh, echt dat wel? Oké. Okay. Ja. Dus wel goede voorzorgsmaatregelen voor die supermarkt. Ja. Ja. Oké. Okay. Daar niet? Nee, ja, je moet je kaartje meenemen, volgens mij, tenminste wat ik heb gezien. En ja, ik ben niet zo van een supermarkt geweest, maar dat weet ik misschien wel. Ja, in principe is het hier een beetje hetzelfde als daar wat je zegt over een beperkt aantal mensen dat er binnen mag. En je moet afstand houden. We krijgen geen mondkapjes of zo, dat niet. Maar je moet wel verplicht een karretje nemen, zodat ze aan de hand van het aantal karretjes kunnen zien hoeveel mensen er binnen zijn en zo. En als alles vol is, moet je gewoon buiten wachten. Ja, Gerij, ik hoop dat jij weer snel aan het werk kunt. Dankjewel, dat hoop ik ook. Dat lijkt me voor jou wel het leukste natuurlijk. Ja. En ik hoop dat jullie hier kunnen komen. Ja, dat vooral. Ja, dat is positief aan het afsluiten. Ja, dat het gewoon, dat we dat in ieder geval op de planning houden staan. Mocht het allemaal goed komen, dan zullen wij wordt het hier wat met de auto daar leggen. Ja, dat komt goed. We gaan er één groot feest van maken. Hey, graag, dankjewel, hè. Niks te danken. Jullie bedankt. Jij bedankt. Dankjewel. Let me show you. So drink for me, drink for me.